De KRO presenteert. Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox. Joke Bruis. En Sjoerd Plezier. Zij nemen u mee terug in de tijd. Toen geluk heel gewoon was. Hendrik. Dadelijk een beetje vroeg naar de club. Want het begint al om 7:00. Hoepla. Voor jongeren. Ik denk toch niet dat ik mijn kinderen daarna laat kijken. Doe toch niet zo kinderachtig, Karel. De oudste is pas 11. Jaapie kijkt ook, hè? Ja? Beetje bloot is er niet zo erg. Zit er bloot in dan? En jullie zijn natuuristen? Ja, nee, ja, nee. Dat wist ik niet. Het is blote dans. Wat goed, joh. Goedemiddag. Laat ik Maatje ook kijken. Tot de oudste. Hoe oud is Jaapie nou? Jaapie, die wordt binnenkort februari, wordt hij 6. Maar Jaapie is natuurlijk een beetje voorlijk. Goedemiddag. Een beetje? Hij geeft mij seksuele voorlichting. Maar, zie, je weet dus zeker dat je alleen gaat? Zeker weten. Jammer. Jij moet over Hoepla schrijven. Dus jij gaat nou vliegen naar Engeland? Naar Londen. Goedemiddag. Ben ik om 4:30 ben ik op Heathrow en dan een uurtje later in de stad, hapje eten en om 8:00 begint het, hè? Grandioos. En het gaat over hippies? Hippies. Toch, zie? Nou, het gaat natuurlijk over de hang naar vrijheid. De hang naar vrijheid. Dat is het thema dat de moderne mens van vandaag de dag probeert uit te kruipen onder de stenen der taboes. Ga Hoepla ook over. Hoepla. Heb jij het gezien? Nee, natuurlijk niet. Heb Jaap niet nodig. Als een vrouw in de nakende niks die gaat lopen te dansen met niks aan, nou, dan hoef ik er echt niet naar te kijken om te zien dat het flauwekul is, hoor. Hoe weet je het dan? Van Nel. Oh, dus Nel kijkt wel? Tuurlijk. Als ik niet thuis ben. Met de moeder. Die danseres die was overigens niet bloot, hoor. Niet? Spiernakend. Als jij de Bruine Rotterdammer zou lezen, dan zou je opgevallen zijn dat ik gewag maak van een bijna blote dame. Ik ben al Londen. Had ze zeker de sokken nog aan. Ze was op strategische plekken afgeplakt met bloemetjes. Zo is dat. Oh, allemaal heel kuis. Moet jij trouwens in Londen? Ik ga dan naar Her. Hè? Die musical? Musical? Over die hippies? See you tomorrow. Dat heet toch Hoepla? Nee. Hè? Ook. Ook? Dat is VPRO. Dit is Her in Londen. Jonge, jonge, jonge. Trouwens, wacht eens. Ho, stokvis. Hé. Hey. Het is vanavond kegel, hoor. Hé. Hey. Goedenavond. Dag, Jaap. Dag, jongen. Nee, hè? Eet de kroontjes, Jaap. Heerlijk, met een carbonaatje. Is dat wel genoeg voor hollebollen, gek? Ja. Als eucalypta genoeg overlaat, wel. We gaan meteen naar tafel, Jaap. Want om 7:00 begint het. Begint wat? Hoepla. Hoepla? Zo leuk de vorige week. Wij moeten ook maar lid van de VPRO worden. Ook? Maar is het net geworden? Hoe ouder, hoe gekker. VPRO gaat tenminste met zijn tijd mee. Nou, wat moet jij er dan mee? Wat nou? Jouw tijd is toch al lang voorbij? Maar is moderner als jij. Ze heeft nog bij Kaat Bossel in de klas gezeten, maar oh, 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 wat is ze modern? Misschien is er nog wel zo'n blote dans bij. Blote dans? Ja, bij Hoepla. Ja, ik weet wel wat Hoepla is. Nou dan. Als hier vanavond de Hoepla wordt gekeken, dan is deze jongen nou nog naar de club. Ja. Jonge. Wat nou toch niet gekker worden? Gaat mevrouw ook naar die nieuwlichterij zitten te kijken? Ik ook, hoor. Ja, jij ook, natuurlijk. Jij ook. Als ze jou zouden bellen van dat programma, dan deed jij in je eentje die hele blote dans. Nou, het zou ze geen windeieren leggen. Zijn ze binnen de kortste keren A-omroep? Goedenavond. Ben jij vroeg?
Bent niet meer welkom in mijn eigen huis, Hendrik. Schoonmoeder op bezoek. In één keer goed. Wil je al gaan eten? Nee, natuurlijk niet. Balletje doen? Je denkt toch niet dat ik aan een tafel ga zitten met een VPRO-lid? Nou? Mijn schoonmoeder! Joh! En dan loopt ze ook nog snel ondertussen op te stoken. Het is natuurlijk wel de leukste omroep. Nou? Ga er met de tijd mee. Nou? Is natuurlijk altijd wat te beleven. Nou? Hendrik, als de verloedering dadelijk definitief tussen 10 jaar en nou hebt toegeslagen en de maatschappij staat gelijk aan de rand van de afgrond, dan is dat de schuld van de VPRO. Zou je denken? Ja, dat zou ik denken, ja. En jij maar schrijven in die Rio-krant dat al die vuiligheid dat dat nieuw is en dat dat anders is en dat we erachter allemaal te gaan staan te lopen. Mannen! Kokkie! Jij bent veel te vroeg, man. Komt toch kijken? Kijken? Hoepla! Hoepla! Dat programma van de VPRO. Ja, ik weet wel wat hoepla is. Nou dan. Nou, moet dat hier ook dan? Thuis mag het niet aan. Van zijn vrouw natuurlijk niet. Nee, dat begrijp ik nog wel. Ze zegt, ga jij nou maar kegelen, dan ken je tenminste geen kwaad. Maar die weet natuurlijk niet dat wij hier tv hebben. En dat houden we zo. Zal ik ze eens even bellen dan? Joh, doe niet zo kinderachtig, dan moet hij toch zeker zelf weten. Goedenavond. 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 Hallo. Hallo. Ja, mannen. Dit is Maatje. Wat krijgen we nou? Ja, ik heb het er uitgebreid met Greet over gehad. En zelf wou ze het ook graag. Nou, Maatje, ga lekker zitten. Dank u wel. Wil jij een lekker glaasje Exota? Alsjeblieft. Moet dat kind niet naar bed? Voor één keertje mag het. En morgen is het zaterdag. Kun je niet gewoon lekker thuis kijken? Thuis hebben we geen kleuren-tv. Nee, nee, en hier ook wel. En dat komt door deze jongen. Ja! Ja, 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 ja. En dan ga ik dus bepalen dat er vanavond niet naar Hoepla wordt gekeken. Had je maar zekerheid. Met die tv heb jij tot 1999 je contributie betaald en voor de rest moet je je mond houden. Zo is dat. Trouwens, mannen, het water staat de club weer eens tot aan de lippen. Iemand een idee? Morgen. Morgen? We zien weer terug. Daar zijn we lekker mee dan. Niet dan? Dat is altijd de aansteken van alle ellende. Nou, ook weer met dat her. Het gaat over hippies. Langharig werk, schuw tuig. Dan moeten ze de mariniers op afsturen. Stil nou, het begint. Hoepla! Ken ik alleen gaan staan te kegelen? Ik kan tenminste niet verliezen. Stil nou. Was de eerste uitzending van Hoepla al een bijzondere gebeurtenis? De tweede ging daar wat mij betreft nog ruimschoots overheen. Phil Bloem las een bericht voor uit het Vrije Volk, waarin stond dat ze in deze tweede Hoepla niet bloot zou verschijnen. Nadat ze uitgelezen was, vouwde ze de krant dicht. En wat bleek? Phil zat spiernaakt op de sofa. Ah, is heel goed voor het naturisme dit, hoor. Goedemiddag. Ze keek monter in de camera, terwijl het adres van de VPRO op haar gezicht werd geprojecteerd. Dit, beste lezer, vond ik werkelijk een groots moment. Het getuigt van veel ironie om op het moment waarvan je weet, nou worden er weer heel veel kijkers kwaad en willen opzeggen, even behulpzaam te zijn met het verstrekken van het adres waar de boze brief heen moet. Was getekend de gezel van het Gooi. En nou deze. De Telegraaf. Hoepla, een ontstellende uitstalling van smakeloosheid en in dit geval vooral muzikale onmacht van een drietal pubers die zich de Jimi Hendrix Experience noemde. Man, ja, die gasten die zijn er grandioos. Waarvan er één poogde zijn gitaar op te eten. Die speelt gewoon gitaar met zijn tanden. Verder was daar natuurlijk de onontkomelijke gezagsondermijning, maar dat zijn wij van de VPRO nou eenmaal gewend. Yeah. Voor welke jeugd is dit eigenlijk bestemd? Er is niets jeugdigs aan deze landerige geborneerdheid. En het is ongehoord dat de VPRO op deze manier onze kostbare zend- en kijktijd vermorst. Was getekend Leo Riemens. Die man was 108. Nou en? Nou,
Die schrijven recensies over jongerenprogramma's. Nou, jij loopt ook al tegen de 50, hoor. Maar ik ga met mijn tijd mee. Nou, ik niet. De tijd gaat maar met mij mee. Goedemiddag. Hé? De heer Harms is een weekje naar het Île de Levant. Ik neem de honneurs waar. Maar ik doe rustig verder. When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will see the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, age of Aquarius. Aquarius! Aquarius! Jonge, 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 jonge. Bravo! En dat is nog maar het openingsnummer, kun je nagaan? Wat een prachtige melodie. Oh, zou u mij voor willen zingen, meneer Stokvis, zodat ik dit alles in notenschrift kan noteren? Nee, dat is reeds gebeurd. Kijk eens, alle liedjes gekocht in het theater. Wat moet je daar dan weer mee? Klopt de club natuurlijk. Hè? Ja, dan gaan we doen met z'n allen. Hopjes aan de piano, dan moet jij eens kijken. Het zal maar een weer zijn. Heffen we in twee, lopen we binnen. Maar dat komt heel goed uit, want het water staat de club tot aan de lippen. Hij is fijn. Hier zo, hier zo. Good morning, starshine. The earth says hello. Centraal. En jongens, die pruiken echt heel voorzichtig, hoor, want ze moeten heel erg lang mee natuurlijk, hè? Die muziek werkelijk, het speelt zichzelf. Maar waar gaat het eigenlijk over? Het gaat helemaal nergens over. Ja, het is een heel simpel verhaaltje. Het gaat over een gozer, en die speelt Jaap dus, hè, een hele keurige gozer. Hè? Die man die heeft gewoon een kantoorbaan, hebt hij. Komt hij in New York, komt hij in een park, komt hij allemaal hippies tegen. En die vindt hij dan heel erg leuk, en zij vinden hem dan ook heel erg leuk. En langzaamaan verandert die man dan van een kantoorpik in een hippie. En dat speel ik dus. Maar daar gaat het eigenlijk niet over. Dat ken Kooijman toch helemaal nooit? Oh nee. Het gaat om muziek en hoe het eruit ziet allemaal. Maar ja, ik kan toch niet zingen? Nee, jij trekt volle zalen. Nou, ik zie wel, dat klinkt wel erg oppervlakkig allemaal. Hoor. Karel, geloof me maar, als je die muziek hoort, die is zo mooi, je wordt een ander mens. Zeker als ik het zing. Heel goed. Nee, deze muziek doet mij qua sfeer, qua originaliteit, qua spiritualiteit denken aan het beste werk van de jonge Amadeus. Zo is dat. Je weet niet wat er gebeurt. De hele zaal staat op zijn kop. En als wij de Nederlandse versie hier dan gaan doen, zijn we zomaar 6 weken uitverkocht. 6 weken? Net zo makkelijk. Iedere avond? Zondag matinee, maandag vrij. En wij spelen dus mee? Nee, jullie spelen het. Ja, ja. Dat kennen ze toch nooit, Simon. En wie staat er dan achter de bar? En wie achter de kassa? Ja, dan houden wij dus over Karel, Jaap, Nel en je schoonmoeder. Hé? Er moeten toch ook vrouwen in? Ja, maar niet de mijne is. En je schoonmoeder die loopt er al gauw tegen de 70. Tegen de 90. Met een beetje schmink en ze zo op. Zal ik Greta anders even bellen? Niet echt commercieel, Karel. Luister eens, Simon. Ik doe het alleen of ik doe het helemaal niet? Dit herken ik zo goed, dat gebakkelei over die rolverdeling. Oh? Ja, in Transylvanië speelde ik bij de Transylvaanse Comedie. Maar om bij dit soort troebelen niet betrokken te raken, heb ik mij toegelegd op het klaverstil. Ja. Stokvis, ik doe het alleen of ik doe het helemaal niet? Maar het ken niet in je eentje. Natuurlijk wel. Je kan in je eentje toch niet vierstemmig zingen? Niet? Nee, natuurlijk niet. Kleusje, komers. Het gaat over togetherness. Wie zijn moeder? Met z'n allen, weet je wel. Oh, dat is niks voor mij. Ja, heb ik je alles verteld hoe ongelooflijk dom of dat je bent? Nee. Dan doe ik dat nou. Hé?
Dit is een kans voor open doel. Hé? Die Jules de Korte nog niet zou missen met zijn ogen dicht. Hé? Ja, stel, jij staat daar op het toneel, op de premièreavond. Sta jij daar, je baas zit op de eerste rij. Jij zingt de sterren van de hemel. Dan ken je toch nooit meer om je heen? Dat niet natuurlijk. Maar Sim, Jaap kan echt niet zingen, hoor. Bemoei jij je er nou eens even niet mee, Kok? Dat maakt niks uit, Kok. En de muziek was zo belangrijk. Heb jij geen noodslag? Jawel, maar het gaat eigenlijk om nog iets anders. Toon. Nou? Later. Goed, mensen, dan ja, hallo. Dan krijgen we dus nou de finale. Tegen wie? Nee? De finale, tegen wie? Nee, nee, het einde, het laatste nummer. Oh, zeg dat dan. He, en dat is dus Good Morning Starshine. Ja. Maar wij zingen dan dus, he, dag lieve sterren, wij zeggen hallo. Ja, dat staat hier. Hopjes. Ja. Dag lieve sterren. Oh, eerst. Wat is het? Geef dan maar, is de intro. Oh. Dag lieve sterren, wij zeggen hallo. Jullie staan hier. Jullie staan daar boven. Ja, ja. En wij staan hier boven. Mensen, hallo, wacht even. In principe heel goed, maar denk dus aan de klemtonen, ja? Dus jullie staan daar boven en wij staan hier, ja? Hier, dat is het, hier, ja. Dag, lieve sterren, kom mij soms te weg. Vertel. Nou, let the sunshine, ja? We staan aan de andere kant. Oh, hier. Ja, heel goed. Ja. Zonnestralen. Wacht even. Ja. Ja, daar gaat-ie. Zonnestralen. Die stralen op mij. Heel goed. Ga door. Zonnestralen. En nou komt het. Zonnestralen. Tijdens het zingen, gaan we ons uitkleden. Wat nou? Heb jij het nou over uitkleden? Ja, natuurlijk. Het mot. Aan het eind dan kleedt iedereen zijn eigen uit als teken van de totale vrijheid. Dat is hartstikke goed. Goedenavond. 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 Amateurs. Dat wil aan het toneel. Maar in de blote kont, Homer. Zal ik dan toch Greet maar niet even bellen? Maar Karel, er komt er geen hond op af, man. Ja, Simon, wat nou? Ja, rustig maar, Kokkie. Ik ben bezig te raderen draaien. Heb eens. Het is allemaal zijn eigen schuld, Nel. Het is gewoon een oude viezerik, die stokvis. En dat komt allemaal omdat hij geen vrouw heeft. Geloof mij dan maar. Als dat stuk nou zo gaat. Hé? Dat her. Ja, ik weet wel wat een stuk is. Nou dan. Maar jij wou toch ook niet meer? Nee. Oh. Had het eerst even moeten vertellen. Ja, maar zo is hij niet, Nel, die oude schijnheil. Hij denkt, ik zet ze voor het blok. Nou hebt hij niks. Misschien doet Greet het wel. Hé? Karel zijn vrouw. Daar verkoopt hij toch geen kaartje op, Nel, Greet. Als ze haar eigen buk, gooien ze een zadel op de rug. Nee. Die zien we hier voorlopig niet meer binnenkomen, die stokvis. De bruine Rotterdammer. Simon. Dat jij je eigen hier nog deur te vertonen, man. Goed, hè? En op de club ook, heb je afgedaan. Nou, kijk eens even. Hé? Bent u ook zo'n fan van Hoopla? Maar heeft u thuis nog zwart-wit? Kom aanstaande vrijdagavond naar Kegelclub De Brulboeien en u ziet het in kleur.
Toegang 1 gulden. Het moet nou toch niet gekker worden. Wat een fantastisch idee, Sim. Ik ga gelijk mijn moeder bellen. Het is toch een schande, Simon, dat je aan die veiligheid geld wil verdienen. Nou, je koos, dat zeg je nou wel. Maar ik had vanochtend de heer Harms aan de telefoon. Helemaal uit Frankrijk. Oh? En die zegt, vriendje Stokvis, wat jammer dat ik er niet bij kan zijn. Jo. Hij zegt, maar zorg jij er wel voor dat Kooiman er naar kijkt, want ik wil natuurlijk wel dat mijn personeel met zijn tijd meegaat. Dat wel natuurlijk. Hij zegt, want hoepla, in kleur op de kegelclub, dat is echt een geweldig idee. Het is ook geen slecht idee. Zet jij even nieuwe? Voor jou altijd. Dames en heren. Je kan elk moment gaan beginnen. Welkom bij de Brulboeien. Komt hij uit licht even uit. En dan verschijnt... Ja, kijk eens even. Ja. Laten we mensen eraan, hè. Goedenavond, beste kijkers. En dan nu gaan we over. Laatste moment nog iets. Kabinet gevallen. Goedenavond, beste kijkers. U zit natuurlijk gezellig voor de buis, klaar voor de volgende aflevering van Hoepla. De VPRO-directie echter heeft besloten dit programma niet uit te zenden. In plaats van Hoepla kunt u gaan kijken naar een aflevering van Openbaar Kunstbezit. Ja. Mensen. Heel spijtig. Ik bedoel, het is overmacht natuurlijk. Hè? Nee, maar geld terug, dat ken niemand. We hebben geïnvesteerd, Hendrik. Ja, ik zit hier met 70 ballen gehakt en 2 extra vaten bier. Zal ik dan concreet maar even vertellen? Iets geweldigs voor u. En ik weet zeker dat dit Hoepla zal doen vergeten. Zo.